De presentatie bracht tal van prominenten op de been. Oud-premier Pieter Jong, bijna 100 jaar oud, Hans Wiegel, Josias van Aartsen en Dries van Acht. Allemaal voor dat boek, geschreven door historicus Kees Meijer, die er 12 jaar aan werkte. U heeft wel wat prominenten naar Den Bosch kunnen trekken, hè, met deze presentatie. Ja, dat blijkt inderdaad dat Jan de Kwaai nog steeds veel mensen op de been brengt. Dries van Acht wijde warme woorden aan Jan de Kwaai. Groot is mijn bewondering en diep mijn genegenheid. Volgens Van Acht heeft de Kwaai belangrijk werk verzet voor Brabant en voor Nederland. En bovendien was het een ongelooflijk aardige, goedhartige mens. Die aardige mens bracht het onverwacht nog ver in de politiek. Op 19 mei 1959 maakte het kabinet de Kwaai zijn start. Dat betekende voor de Kwaai dat hij bijvoorbeeld het volk toesprak op Koninginnedag. Het is voor mij een voorrecht uw aller tolk te zijn in deze en aan de koningin en aan haar gezin toe te wensen geluk in de wijdste en in de diepste en in de meest algemene zin van het woord. Hij kreeg daarmee nationale bekendheid, maar het waren de ongelukkigste jaren van zijn leven. Dries van Acht, die ook premier was en commissaris van de koningin, net als de Kwaai, voelt zich zeer verwant met de Kwaai. Ook in die zin dat Jan de Kwaai eigenlijk zelf nooit minister-president had willen worden. Ik ook niet. De huidige commissaris van de koning, Wim van der Donk, kreeg vandaag het eerste exemplaar van de biografie uitgereikt.